voetballer worden. Deze kinderen willen het wel. Op de Jonger Oranje Talentendag in Wijchen kan het zijn dat je gescout wordt voor de regioselectie van een profclub. In de kerstvakantie deden veel kinderen, vooral jongens, mee aan deze talentendag. Ja, het leek me leuk. Het Jong Oranje, dat leek me een leuk ding. En zaalvoetbal is ook leuk en ik ben ook eigenlijk voetballer. De kinderen hoeven niet bij een voetbalclub te zitten om mee te doen. Nee, ik hockey. Hier tegenover. Bij MAC hockey ik. Dus. Maar alsnog, ik vind het hier heel leuk. De scouts kijken vanaf de zijlijn of er talent bij zit. Nou, wij letten voornamelijk bij jonge spelers op techniek, op persoonlijkheid, fysiek. Er zijn een aantal facetten waar we er specifiek op letten. Hebben ze specifieke kwaliteiten? Hebben ze goede snelheid, balvaardigheid, handelingssnelheid? En dat soort facetten bekijken we. En voor de scouting is het belangrijk dat jongens er bovenuit steken en dat ze vooral talentvol zijn. Als iemand gescout wordt, dan mag je meespelen met de Jonger Oranje regioselectie. Nou, ik krijg een mailtje thuis en er staat in, van alles staat erin. Dat je gescout bent en alles, dat ze je goed vinden, wanneer je een proeftraining mag maken en dat. Ze weten natuurlijk wel bij welke club ze zouden willen spelen. Hopelijk geen Vitesse. PSV hopelijk eigenlijk eerder gezegd.